Ik ben Jan Vechter. In het werkzame leven was ik hoofdtechnische dienst bij de plaatselijke woningbouwvereniging. En daarvoor heb ik bij de Bronsmotorenfabriek gewerkt. Bronsmotoren zijn scheepsmotoren, zijn stationaire motoren voor in gemalen bijvoorbeeld, voor het opwekken van stroom. In de tijd heb ik het archief van de Bronsmotorenfabriek mee mogen nemen naar huis. En uit het archief heb ik tot nu toe, anno 2015, drie boeken mogen schrijven. Twee boeken over brons en één boek over motorenfabriek de industrie. Gewoon alles wat met techniek te maken heeft, is mijn passie. En uiteindelijk door die technische inzichten die je dan hebt, beland je ook een keer bij de vraag van hey, mijn water is zo hard, wat kan ik daar aan doen? En dan kom je bij de Sensorsoft machine uit, dat toch wel de aangewezen machine is voor waterontharding in woningen. En dat kwam mede erop, want je hoeft er niks aan te doen. Je gooit er op zijn tijd, gooi je de zout in en de machine doet hij alles zelf. Het ideale is gewoon van het zachte water. Je voelt het met handen wassen. Het water is gewoon lekker zacht. Je hebt, wij gebruiken regenwater in de toiletten. Wij gebruiken regenwater voor de wasmachine. Als je ziet dat je daar gewoon veel minder zeep voor nodig hebt om je was te kunnen doen. Omdat het ook allemaal veel zachter is. Dan is dat voor jezelf is dat ook zo. Alles voelt gewoon zachter aan. En het schoonmaken. Het schoonmaken is gewoon top. Je stapt onder die douche weg, je haalt even je handdoek, je trekt je nog even over de chroomknopjes heen en klaar is Kees. De ene keer zeg ik wel van je hebt weer wat gekocht en je kijkt in je portemonnee en de portemonnee is leeg. En een maand later denk je van wat heb je ermee gedaan? Ik weet het niet. Maar kijk nu eens in je meterkast en dan staat een mooie Sensorsoft machine.